Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, zaterdag 19 februari. Vandaag in het journaal zullen we aandacht besteden aan de scholen die vanaf maandag overgaan tot normalisatie. Aan het woord de minister van Onderwijs en ook de kinderarts Dr. Laurindo Kloof. We kijken allereerst, zoals gebruikelijk, naar de cijfers op de COVID-19 dashboard het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn er 85 nieuwe positieve personen geregistreerd uit de 344 swabs die zijn afgenomen. 259 mensen waren negatief getest. Het besmettingspercentage staat op 24,7%. Alleen de maand februari zijn er tot nu toe 3865 mensen positief getest. Het reproductiecijfer staat momenteel op 0,57. Twee personen hebben hun leven gelaten in het Slans Hospitaal en dat brengt het aantal doden voor deze maand op 46. Sinds de pandemie zijn intrede deed in 2020 zijn er tot nu toe 1309 mensen overleden aan COVID-19. In de ziekenhuizen worden er momenteel 33 COVID-patiënten verzorgd en op de intensive care units worden 7 zieken 1x24 uur gemonitord. Kijken we naar de vaccinatiedashboard zien wij dat er 265.523 mensen met minimaal 1 dosis zijn gevaccineerd. Dat is 44,17% van de totale populatie en 55,13% van de doelgroeppopulatie. Onder gedeeltelijk gevaccineerd zien wij dat er tot nu toe 31.134 prikken zijn toegediend als eerste dosis en dat is 5,18% van de totale populatie en 6,46% van de doelgroeppopulatie. 243.389 prikken zijn als tweede dosis toegediend en dat brengt het percentage op 38,99% van de totale populatie en 48,66% van de doelgroeppopulatie. 43.400 boostershots zijn toegediend en dat is 7,22% van de totale populatie en 9,1% van de doelgroeppopulatie. Tot heden zijn er in totaal 543.312 prikken gezet. Vanaf maandag vindt op alle niveaus normalisatie plaats van het onderwijs. In het parlement heeft de minister van Onderwijs Marie Leevens aangegeven hoe het proces van start zal gaan. Het is nu bijkans 2 jaar dat de scholen niet op volle toeren draaien. De minister gaf ook aan dat de schoolleiders en de leerkrachten al voorbereid zijn. De leerkrachten zijn voorbereid en onze schoolleiders zijn hele ervaren managers en die hebben zich heel goed voorbereid om weer met volledige klassen te kunnen beginnen. Dat zal niet overal leiden tot 5 dagen school, want we hebben klassen met 55 kinderen in een klas. En dat gaat nooit meer gebeuren. Dus die klassen gaan terug naar 24. Dus je gaat scholen hebben die maar 3 of 4 dagen alle kinderen kunnen hebben. En de rest draait wel 5 dagen. Maar er worden speciale voorzieningen getroffen voor die kinderen die 1 dag missen. In die tussentijd proberen we natuurlijk naar extra locaties uit te kijken en voorstellen te doen om zaterdag school weer in te voeren voor de grotere studenten, jongens en meisjes, in het voortgezet onderwijs, zodat we wat lokale vrij krijgen om de kleinere toch 5 dagen op school te krijgen. En dat is een opschuifsysteem waar ik voorlopig nog niet te veel over wil zeggen, maar de bedoeling is dat we toch alle kinderen 5 dagen op school kunnen hebben. Ten eerste, we zijn nooit volledig gesloten geweest, waardoor we eigenlijk gewoon gaan opvoeren, langzaam gaan opvoeren. Het was wat anders toen we helemaal gesloten waren en vanuit een nul situatie moesten beginnen. Nu hebben we gewoon normaal gedraaid, alleen met minder kinderen in verschillende groepen. En nu mogen die groepen iets groter. Dus het is niet zo'n ingewikkelde operatie, omdat we eigenlijk al die tijd open zijn geweest. Ten aanzien van de veiligheid, de gezondheidsveiligheid, de kinderartsen hebben nauwkeurig statistieken bijgehouden.
En op basis van het advies van de kinderartsen, die goed hebben nagedacht, we hebben het trouwens gedistribueerd, is besloten dat je met de kinderen normaal naar school kan gaan. Omdat er statistieken zijn geweest van hoeveel kinderen in de afgelopen 2 jaar in het ziekenhuis zijn beland. En dat is heel erg weinig geweest. Wat niet betekent dat kinderen niet besmet zijn geraakt, maar ze zijn niet ziek geworden, niet ergste ziek geworden. De scholen die krijgen veel meer informatie dan we in de bekendmakingen bekendmaken. De scholen krijgen heel gedetailleerde instructies. Ze krijgen ook de brieven van de kinderartsen. Ze krijgen ook de instructie dat de Mohana-regels nog steeds van kracht zijn. Dezelfde protocollen gelden nog steeds. Dus eigenlijk hebben ze al die tijd geoefend. Het blijft precies hetzelfde. En dat hebben ze ook al gehad. Dus op die scholen is men wel goed voorbereid op een iets grotere groep die terugkomt, maar de Mohana-regels blijven bestaan. De afgelopen 2 jaren zijn weinig kinderen in het ziekenhuis beland vanwege het coronavirus. Kinderarts Lorindo Kloof zegt in gesprek met het COVID-19-journaal dat er wel kinderen besmet zijn geraakt met het virus, maar dat ze er niet ziek van zijn geworden. Hij zegt ook enorm blij te zijn dat de scholen vanaf maandag overgaan tot normalisatie. De scholen die beginnen maandag en dat is een heel goed teken. Wij als kinderartsen zijn heel blij dat de scholen weer open gaan. Wat we hebben gezien de afgelopen periode, sinds eigenlijk de intrede van COVID in Suriname, is dat kinderen niet ziek worden van COVID. Tijdens de hele pandemie, dat wil zeggen alle 5 golven, hebben we maar 1 kind gehad die erg ziek is geworden en daarvoor op de intensive care is beland. Maar die is niet overleden. Dus we hebben over alle 5 golven hebben 0 kinderen die zijn komen te overlijden. Wat we vaak zien bij de kinderen die COVID krijgen, is dat de kinderen vaak gewoon rondrennen. En heel weinig tot geen klachten hebben. Ze kunnen snotterig worden, ze kunnen een beetje hoesten. En wat we vaker zien is dat er behalve COVID ook andere virus, een andere griepsoort bij de kinderen aanwezig is. En dat is, ja, dat is normaal. Dus als een kind ziek mag worden, gewoon naar de huisarts gaan en die gaat dan verder kijken wat de volgende stappen zijn. Ook voor kinderpsycholoog Thari Ann Pinas Elmond is het normaliseren van het onderwijs een verstandig besluit. Nu bijkans 2 jaren dat de kinderen niet regelmatig de school hebben kunnen bezoeken vanwege de pandemie, zijn we met heel wat zaken geconfronteerd geraakt, zoals kindergeweld en kindermisbruik. Dat zegt de kinderpsycholoog. Kinderen doen sociale vaardigheden op wanneer ze naar school gaan. En die vaardigheden kan je dus niet thuis doen of middels afstandonderwijs. Verder heb je ook dat we hebben gemerkt dat kindermisbruik en kindermishandeling vaker voorkomt nu de kinderen thuis zijn. En dat maakt het dus ook moeilijker voor leerkrachten om te detecteren wanneer er sprake is van kindermishandeling of kindermisbruik, waardoor dat minder gauw gemeld wordt. En als laatste zou ik zeggen, afstandonderwijs is niet rendabel voor ieder. Je hebt ouders die geen internet hebben en dus geen afstandonderwijs kunnen volgen samen met hun kinderen. Je hebt ook ouders die vanwege hun werk niet in staat zijn om hun kinderen bij te staan of te helpen met hun schoolwerk, waardoor die kinderen dus achterraken. Mocht blijken dat tijdens het bezoek aan de school een kind met een snotterige neus zich aanmeldt, de leerkrachten het kind niet naar huis hoeven te sturen, omdat het kan zijn dat zo een kind een allergie heeft. Tenzij een der ouders positief getest is op het virus, dan dient de leerkracht zo'n kind met een snotterige neus wel naar huis te sturen, want dat is ook opgenomen in de protocollen. Als kinderen snotterig zijn, dan eigenlijk vanaf het begin van de pandemie hebben we protocollen samen met het ministerie van Volksgezondheid en BOG. En daar zijn er een paar beslisbomen in. Wat men niet moet doen is in
angst gaan reageren. En bijvoorbeeld als een kind gewend is om af en toe snotterig te worden, doordat hij allergie heeft, daarvoor onder behandeling is bij de kinderarts, dan noem ik dat geen reden om te zeggen dat het kind naar huis moet gaan. Maar als een kind bijvoorbeeld wel een beetje snotterig is en een familielid is al positief bevonden volgens het protocol, dan moet dat kind dan wel naar huis gaan en dan verdere behandeling krijgen daarvoor en gemonitord worden. Thari Ann Pinas Elmond is kinderpsycholoog op de kinderafdeling bij het AZP. Zij doet een beroep op de ouders van de schoolgaande dat zij zich ten alle tijde houden aan de nog steeds geldende COVID-maatregelen. Ik zou zeggen, volg de maatregels. Let vooral goed op je kinderen ten aanzien van het zich houden aan de regels. Mondkap, kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. En ik zou zeggen nogmaals, want wat je merkt is als ouders doorhebben van oh, er is dagelijks school, dat ze minder werken met de kinderen thuis. Dus ik zou zeggen, blijf vooral werken met je kind en hou je aan de COVID-maatregelen. Niet alleen een boodschap naar de ouders, maar naar de leerkrachten toe. Want er komen klachten binnen dat sommige leerkrachten zich ook niet altijd houden aan de maatregelen. U moet het kind beschermen. Voelt u zich ziek? Meld het aan de meerdere en blijf dan thuis. Mijn boodschap aan de leerkrachten is dat ze te alle tijden zich houden aan de COVID-maatregelen. Als ze merken dat er bijvoorbeeld dat ze griepverschijnselen hebben of hoofdpijn hebben, maakt niet uit, dat ze dat tijdig melden aan de directie en dat ze ook thuis blijven om zo de leerlingen te beschermen. In zijn boodschap gaat de kinderarts er nog eens op in. Kinderen worden niet ziek van COVID. Als Vereniging van Kinderartsen Suriname hebben we alle golven heel nauwkeurig bijgehouden. Hebben we bijna wekelijks tot maandelijks hebben we evaluaties, hebben we alle cijfers bij elkaar gehouden. En de conclusie is eenduidig. Kinderen worden niet ziek van COVID. Als ze klachten hebben, is het een beetje snotterig. En als ze antibiotica krijgen, als ze medicijnen krijgen, dan eigenlijk genezen ze heel erg vlot. En met deze informatie zijn we aan het eind gekomen van dit COVID-19-journaal. Ik wil u een goed en veilig weekend toewensen. Tot de volgende keer. Be safe.